Hey, hallo, dit is Tom van Gamersnet.nl en ik kom vandaag even op de proppen met een speciale video. Dit is namelijk wat je nu ziet, is Sea of Thieves. En ik snap dat heel veel mensen niet weten wat Sea of Thieves is, maar als ik heel eerlijk moet zijn, ik ben de laatste tijd echt super hyped aan het raken voor deze game. Het is een game van Rare. Wat je nu ziet is mijn gameplay van Gamescom 2016. Ik heb de game al eerder gespeeld op E3. Op Gamescom hadden ze grofweg dezelfde demo. Maar dit keer mocht ik hem ook opnemen. En goed, ik had die beelden dus nog op mijn computer staan. En ik dacht, daar kan ik misschien nog wel even iets extra's mee doen. Dus ik dacht, hey, daar gaan we eens even een mooie, soort preview, speculatie video van opnemen. Het punt is, ik wil gewoon even praten over hoe hyped ik ben over Sea of Thieves. En wat ik allemaal weet dat in de game gaat komen. En wat ik allemaal verwacht van de game. Ja goed, je ziet deze gameplay en je denkt natuurlijk meteen, ik snap het. Het is een piratensimulator. En in wezen is dat ook eigenlijk alles wat Sea of Thieves wil zijn. Deze game wordt ontwikkeld door Rare. Hij zal verschijnen op Xbox One en PC in de vorm van in ieder geval Windows 10. En het leuke is, het is ook crossplay, cross-platform. Dus je koopt de game op het ene platform, je krijgt hem automatisch op de andere. Je kunt naadloos wisselen tussen die twee. En je zit in een online wereld met zowel PC als Xbox One mensen. En het is vooral die online wereld wat Sea of Thieves eigenlijk heel interessant maakt. Want goed, je hebt een piratenschip. Dat gaat een beetje, deze demo draait een beetje om het hele piratenschip en het bevaren daarvan. Je ziet, ik haal die zeilen eruit. En de rest van het team kan andere dingen op het schip doen. En dat is dus ook een beetje een ding. Deze game is heel erg gebouwd als een soort co-op experience, zouden we wel kunnen zeggen. Het is, in je eentje het anker ophalen, dat gaat niet lukken. Maar met twee man gaat het al een heel stuk sneller. Q die derde en die vierde erbij en het is zo gepiept. En dat is een beetje het ding met alles op het schip. Als jij aan het roer staat, dan zie je door de zeilen niet waar je naartoe gaat. Dus heb je iemand nodig die vertelt of je naar links of rechts moet. Je moet iemand hebben die het zeil uitgooit, die het zeil bijstelt op de wind als de wind aanpast. Stel, er komt een andere crew aan met vijandige piraten. Dan moet je natuurlijk een aantal mensen hebben die meteen naar de kanonnen schieten om daar het andere schip te bestoken. En dat is eigenlijk alles wat Sea of Thieves op het moment is. Sea of Thieves zou veel meer moeten worden. En dit heb ik in de geschreven en de videopreviews ook al aangehaald. Wat nog een beetje mist momenteel is precies wat je gaat doen. Want de twee demo's die ze dus gedraaid hebben op E3 en op Gamescom zijn grofweg hetzelfde. En draaien dus alleen maar om het besturen van het schip, een andere crew opzoeken en die eigenlijk naar de Filistijnen helpen. Wat natuurlijk al een heel tof element is in de game. Maar het draait er uiteindelijk om dat jij als piraat een soort van wereld in kan. Die alles is wat een piraat wil. Dus er is rum, er is muziek, er zijn dingen om te ontdekken, er zijn quests om te doen. Het werkt met een soort van permadeath systeem, daarover later misschien nog wel wat meer. Maar het punt is, wat we nu zien is dus eigenlijk maar een heel klein element van de game. Wat wel heel interessant is, dit was een setup met 4 crews. 3 daarvan waren op de beursvloer speelbaar. En een 4e crew was eigenlijk een kilometer verderop de test behind closed doors presentatie. Wat op zich best schijnig was. Je denkt er zijn maar 3 schepen. In 1 keer was er een 4e. Dat waren dus de gasten die ergens behind closed doors zaten. Dat leverde een paar vrij hilarische situaties op. Helaas was dat niet in deze gameplay die ik hier heb opgenomen. Maar goed, je ziet het hier wel. Lekker uitkijken over de zee. Een glas rum drinken. Daar compleet Lazarus op gaan. Ik speel hier even uitkijk voor mijn team. Want dat is het dus basically. Het is nu echt alleen nog maar varen en schieten. Wat er verder wel in de game komt of al zit, we kunnen het even bespreken. Je hebt een aantal dingen die verschillen. Momenteel zit er nu het varen zit er dus in. Er zitten een aantal instrumenten in. Het leuke van de instrumenten is ook dat dus uiteindelijk is iets wat je dus uiteindelijk gaat unlocken. Dus stel, ik heb 1 nummer. In dit geval was het dus Rider the Valkyries. Als iemand anders dan meespeelt, dan spelen ze automatisch Rider the Valkyries mee als de backup toon. Wat op zich al een hilarisch element is. Maar het leuke is dus ook dat dingen zijn die je dus kunt verdienen in de wereld. Unieke loot van een quest is dus bijvoorbeeld dat je een eigen nummer ergens vindt wat jij dan kan spelen en niemand anders. En zo zouden er meer van dat soort dingen moeten zijn. Wat er nog meer in de game zit, kanonnen natuurlijk, dronken worden zoals je hier nu op het moment ziet. En er zijn een aantal dingen die niet in deze beeld zitten, maar waar wel aan gewerkt wordt door Rare. Dat zijn bijvoorbeeld de blunderbus, een soort enorme shotgun die je zou kunnen gebruiken om andere piraten mee te overmeesteren. Dat zit er dus al in. Andere kleine features waar al over gesproken is en die waarschijnlijk dus ook erin gaan verschijnen zijn dingen als het ophangen van schilderijen. Stel er gebeurt iets vets in de wereld, dan kun jij een soort van screenshot maken aan de hand van heel snel een schilderij maken daarvan. En het leuke is, die schilderijen kun je dus ook ophangen op jouw schip, zodat de hele crew die kan zien. Dus stel je hebt een mooie zonsondergang, je schildert hem snel en vervolgens kun je die zonsondergang mooi ergens onder in het schip ophangen. En dan kan iedereen zijn van wow, waar heb je die mooie zonsondergang gezien? Dan zeg je, dat was gisteravond, dat heb ik even snel geschilderd.
Wat op zich best wel een leuk, ja, immersive stukje gameplay is. Ik hoop zeker dat ze dit ook door gaan voeren en dat dit ook uiteindelijk speelbaar is in de uiteindelijke game. Wat er verder in zit, we zien nu voornamelijk veel grote schepen. Het interessante is ook dat Rare experimenteert met kleinere schepen. Die zijn dus nog niet te zien, maar ja, het punt is, heel veel mensen vragen om een singleplayer ervaring. Nee, het is een complete online, altijd online, shared world adventure game. Wat ze dan zelf mooi afkorten tot swag. Wat heel mooi is als Britten het hebben over swag. Maar goed, nee, er is de mogelijkheid om dus wel enigszins singleplayer iets te ervaren. En dat is dus tekeer gaan met kleinere schepen. Kijk, je ziet hier nu een enorme battle tussen twee grote schepen. Stel, jij kunt niet rondkomen met een enorme crew. Dan kun je ook zeggen van, ik pak een klein schip. Dat is iets sneller, minder vuurkracht, minder sustainability. Maar goed, je kunt dus wel met één of twee man je eigen schipje ook bevaren. En een beetje je eigen ding doen. Niet echt de singleplayer, maar wel de mogelijkheid om... ja, de game ook los van een hele uitgebreide co-op te spelen. Verder zitten er andere kleine dingen in, zoals er gaat geheid character customization komen. In deze beeld kreeg je gewoon eigenlijk een piraat aangewezen en die was je dan, met naam en al. Dat kan. Uiteindelijk is de bedoeling dus dat je je eigen piraat echt kunt gaan schepen. En het leuke is, als je je eigen piraat creëert, dan zou je dus ook iets kunnen doen met de wonkiness ervan. Je ziet de stijl van Sea of Thieves. Het is allemaal een beetje... niks is echt een rechte lijn. Alles is een beetje schots en scheef. En dat is dus ook het geval met de personages. Dus stel, je bent een personage, dan ga je natuurlijk voor een wilde piraat. Niet een helemaal strak gestroomlijnde. Dus niet zeker of het erin komt, maar er schijnt misschien een soort van slider te komen die bepaalt hoe schots en scheef alles is. Scheve neus, scheve bek, losse tanden... dat soort zaken. Nou ja, dat maakt het wel dat je een hele iconische eigen piraat kan creëren. Wat we dus nu zien is, we worden definitief aangevallen door een ander schip. Dit is allemaal op de beursvloer van Gamescom natuurlijk. Ik werd hier waarschijnlijk goed te grazen genomen door een aantal Duitsers. Interessant is, als jij geraakt wordt door zo'n kanonskogel, dan zal er dus ook een lek hier in het schip komen. Die moet je dus repareren. Dus terwijl alle chaos om je heen rondgaat met allerlei kanonskogels, varen, anker in, uit, is het dus ook de bedoeling dat je ervoor zorgt dat je schip niet zinkt. En dit is een leuke feature. Je kunt weten dat je schip zinkt aan de hand van ratten. Die naar boven klimmen. Ratten zaten vroeger namelijk op een piratenschip altijd beneden, waar alle lekkernijen zitten. Natuurlijk, daar is al het eten opgeslagen. Op het moment dat je op het opperste dek ratten naar boven ziet komen, dan weet je dat er beneden iets loos is. Dus waarschijnlijk ben je aan het zinken. Dit is echt een hele slimme, immersieve move. Dit gebeurde vroeger dus echt. Dat is ook de reden dat piraten ratten hadden. En dit zit dus ook in de game schijnbaar. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar Rare heeft dit wel beloofd, dat dit soort kleine... features, die maken het iets meer dat je echt in de wereld zit. En dat je ook echt gaat letten op de dingen die om je heen gebeuren. Dus ja, dit lijkt mij een fantastische feature. Ik hoop die ratten terug te vinden. En dat brengt ons ook meteen aan bij een ander onderdeel wat heel interessant zou kunnen zijn aan Sea of Thieves. Het zit nog niet in deze beeld, wederom. Maar het was wel duidelijk te zien in de trailers. Misschien is er iets met, en hier heb ik echt totaal geen backup voor, maar huisdieren. Huisdieren zouden een ding kunnen zijn. Natuurlijk, je hebt die ratten, die schijnen er al in te gaan komen. Wie de cinematic trailer heeft gezien zal weten dat er, er komt een papegaai uiteraard langs. Wat is er nou meer piraten dan een papegaai? En uiteraard een zwarte kat zien we ergens. Het leuke is, de camera zoomt in die cinematic trailer toch best wel lang in op die dieren. Waarmee ik het idee heb dat Rare ons toch duidelijk probeert te maken, dit wordt een prominent deel van de game. Wat naar mijn idee een fantastisch idee is. Ik bedoel, natuurlijk wil je een schip runnen samen met vrienden, weet je wel. Dat let's playen, dat streamen, daar gewoon van genieten. Maar hoe vet is het als je niet alleen een schip hebt met je maten, maar ook gewoon echt een bepaalde kat. Of dat je je eigen papegaai kan hebben die altijd bij je is en met jou mee al die avonturen beleeft. Dat lijkt me echt fantastisch. Wat verder interessant is natuurlijk ook kisten. Kijk, een piraat heeft natuurlijk altijd een kist nodig om dingen in te vervoeren. Interessant is dat Rare hierin heeft gezegd, kisten leven met je mee. Dus ze kunnen schade oplopen, jij kunt er dingen in zetten, je kunt die kisten vervolgens in je piratenschip zetten. Als die overvallen wordt, dan nemen ze die kisten mee. Maar dat zijn kleine dingetjes waar je aan gebonden kunt raken. Weet je hebt die bepaalde kist ergens gevonden, je hebt hem een aantal keer geleegd, je hebt alle loot erin verkocht. Je houdt die kist, je sleept daar je dingen in mee. Dat is een deel van je avontuur. En dat soort kleine dingetjes zijn wederom van die dingen die je meer in de game zouden moeten trekken. Het feit dat je let op zo'n kist en dat dat iets is en dat dat iets tastbaar is. En dat je gewoon ziet dat hij een aantal avonturen heeft meegemaakt aan de hand van de schrammen en de barsten en de krassen die erop zitten. Super vet element. Verder wil ik even nog praten over, kijk de artstyle van deze game. Het ziet er gewoon prachtig uit. Het water is ronduit fantastisch, maar vooral
de harde contrasten. Hoe deze kanonnen in het niks, zeg maar, in de duisternis knallen. Alle flares die daaraan opkomen. Het feit dat alles een beetje dat Schotse en scheve imago heeft. Een beetje de wonkiness van het allemaal, als ik dat mag zeggen. Ja, dat mag ik zeggen overigens. Het straalt gewoon iets fantastisch uit. Ik vind het zo ontzettend mooi. Het is typisch die stijl van Rare. Het is nooit helemaal recht. Alles heeft een beetje een soort van eigen iconische stijltje. En toch is het heel immersief. Want ondanks dat het heel cartoony oogt, er is momenteel geen HUD. En Rare wil de HUD natuurlijk ook zo minimalistisch mogelijk houden. Dus eigenlijk zo min mogelijk ammo op je beeldscherm. Geen crosshair als je het kanon gaat beschieten. Nee, het moet allemaal vrij clean zijn, zodat je meer in de game getrokken wordt. Dus ondanks die cartoony stijl lijkt dit wel iets te zijn waar je echt enorm in opgaat. En dat is vooral ook de reden waarom ik er heel hype voor ben. Een piratensimulator klinkt al fantastisch, maar iets wat ook echt... Iets waar je in zit. Niet een game die je los even speelt, maar iets waar je echt een piraat in voelt. Dat proberen ze hier te verwezenlijken. En naar mijn idee is het al... Ja, gaan ze er al erg goed mee op pad. Dus ik ben hier zeker wel over te spreken tot dusver. Dingen waar Rare op het moment veel aan werkt, dat zijn voornamelijk quests. Want ja, ze gaan deze demo met pensioen laten gaan, want het is alleen maar elkaar afschieten. En inmiddels willen mensen weten van, hey, is er meer te doen in die wereld? En het antwoord is ja. Dus Rare is nu zo hard mogelijk bezig om heel veel quests in de wereld te stoppen. De wereld is niet automatisch gegenereerd. Het is echt een handmade wereld. En het leuke daarin is dat eigenlijk... ze proberen hem zo bomvol mogelijk met lore te proppen. Niet lore die je al kent. Dus zeg Blackbeard. Verschillende piratenlegendes die al vaak voorkomen. Oeps, hier gaan we even het land op. Dit was een foutje van mij en mijn teammates. Dat krijg je ervan als je met Duitsers samenwerkt. Dan ram je een enorme rots in. Gelukkig overleven dat. Het punt is, die quests die komen er nu heel erg veel in. En dat is dus ook een manier zodat je meer te doen hebt in de wereld. Er zijn verschillende quests om te doen, verschillende opdrachten om te voltooien. En dat werkt ook weer allemaal heel immersief. Het is niet een minuutje wat je vertelt dat je naar A naar B moet. Nee, het is echt een kaart die je voor je moet houden. En die je aan je teammates moet laten zien van... Ah, we zitten nu hier en we moeten daar en daar naartoe varen. Dus dat is heel erg wederom dat je erin getrokken wordt en je niet laat leiden door de dingen die je normaal verwacht bent van een game. Dat het in een lijstje staat. Nee, je moet het echt zelf uitvinden. Je moet zelf die landen op, die eilandjes veroveren. Je moet daar zelf het eigen avontuur gaan ontdekken. En dat zou heel interessant kunnen zijn, want met de kant van opdrachten en het voltooien van quests krijg je natuurlijk ook meer loot. En vooral unieke loot is wat dit heel interessant maakt in mijn ogen. Het feit dat je niet straks zomaar een schip hebt, maar echt een schip waarin het boegbeeld iets is wat je hebt veroverd van Cthulhu. Of het feit dat je een muts op hebt waar een tand van een haai in zit, waar je toevallig een heel groot avontuur mee hebt gehad. Dat is een beetje wat, zoals ik de lead designer Mike Chapman moest geloven, dat is wat Sea of Thieves interessant maakt. Het feit dat alles heel tastbaar is. Alles wat je doet brengt iets met je mee. En iets waar je daadwerkelijk iets aan hebt. Ja, en dat is dus voor zover ik weet wat Sea of Thieves is en wat het mogelijk kan worden. Ik ben persoonlijk heel erg hyped voor deze game. Ik hoop echt dat dit gewoon een pareltje wordt op zowel Xbox One als Windows 10. Lijkt mij fantastisch om hiermee aan de slag te kunnen. Het probleem is echt alleen dat Rare is nog bezig met deze titel. En het kan nog echt aardig lang duren voordat deze uitkomt. Ik denk op zijn snelst eind 2017, maar veel sneller zal het niet komen. Hoogstwaarschijnlijk ook veel later. Het punt is, deze game is gaande en ik ben er hyped voor. En alles wat het zou kunnen worden... dat lijkt mij echt fantastisch. Dus wil je meer weten over Sea of Thieves, hou vooral gamersnet.nl in de gaten. We hebben al meerdere video previews van deze game opgenomen. En ik heb 2 geschreven previews online staan. Dus mocht je alles willen weten over wat ik momenteel weet over Sea of Thieves en wat het zou kunnen worden, zeker weten, even doorklikken naar gamersnet.nl. Er staan links in de beschrijving en zo. Dus doe je ding. Dit was in ieder geval even een speciale video die ik wou brengen voor Sea of Thieves, omdat ik er zo hyped over ben. Serieus jongens, hou me rustig, want ik ben nooit hyped voor een game. En nu is het gewoon gebeurd. Ik zit erop te wachten, man. Een kat op een boot, mijn kat op een boot. Jongens, kom mee. Ga mee met de hype train of het hype schip. Laten we allemaal lijpe piraten zijn. Dit is fantastisch. Tot snel, jongens. Ik hoop dat jullie genoten van deze video. Laat zeker even weten wat je ervan vond van zo'n soort aparte speculatie preview video. Ik weet ook niet waar ik mee bezig was, dus ik hoop dat jullie zeggen van ja, dat was wel relax of niet. Nou ja. Anyway, doe je ding. Het was leuk om dit te maken en hopelijk tot snel. En hey, gebeurt er iets rondom Sea of Thieves, hit me up, gamersnet.nl. En dan rest mij niks anders te zeggen dan yo ho, a pirate is free, a pirate's life is for me. De ballen.